Yo, YouTube, Ezen hier, best vandaag een nieuwe video week en al. Vandaag ga ik een vlog maken. Yes, een fucking vlog. Want ik ga naar Brussel vandaag om met mijn mama om te chillen. We moeten iets gaan halen van school en dat. Kijk, het is belangrijk. Maar eigenlijk boeide dagen niks, maar ik ga toch naar Brussel en daar ik eens iets nuttig doe in mijn leven. Ga ik toch gewoon vloggen. Wat bedoel, dan gebeurt er ook eens iets anders op mijn kanaal dan gewoon video's op mijn kamer. Dus we gaan een leuke dag maken, dames en heren. Het gaat leuk worden. Smash dus zeker. Duimpje omhoog op deze video als jij het leuk vindt. Vind dat ik naar Brussel ga. Maar hij zit wel. Waarom ga je naar Brussel? Dat is een heel goede vraag, maar dat weet ik zelf eigenlijk gewoon niet zo goed. We gaan naar Brussel. Ik ben nog nooit in Brussel geweest. Ik heb alleen nog maar gechilld in dat station. En ja, we gaan naar Brussel om is iets nuttigs te doen in mijn leven. En zoals ik al zien, het is heel mooi weer. Want altijd als ik iets doe dan is het heel, heel mooi weer. Fuck me. Dus het wordt heel tof. We zitten in eerste klasse, want mijn mama is een echte baller. Oh, you ballin', man. You a really big baller. You ballin' so big. We can drive like... The first class. You see that? That's first class, man. Ik had het idee om nog een beetje mensen te filmen in de trein. Hé, ik ben een kutvlogger. Ik maak kutvlogs. Voor één keer per maand. Sorry dat ik zo luid schreeuw. This is the vlog life, man. Op rotte Spaanse mensen. Jullie verstaan toch geen fok voor wat ik zeg. Moet ik stil zijn? Waarom? Die Spaanse mensen verstaan toch geen fok voor wat ik zeg. Ik hoop toch dat ze er niks van verstaan. Fuck jullie. Hij is hetzelfde in het Engels, maar oké. Okay. Fuck bitches. Doe nooit, maar echt nooit in heel je leven nieuwe schoenen aan naar een feestje. Je fokt ze echt helemaal op. Ik weet niet waar het mee is gebeurd. Ik weet niet waar het allemaal aan hangt. Ik weet niet, rode dingen en zo. Ik wil eigenlijk liever niet weten wat het is. Doei, ja. Het is hem. Hele mooie stad. Mom, where are we? Where are we, mom? Hele mooie stad. Geweldig. Top. Kunnen we terug naar Blankenberg? Ik weet niet welk deel van Brussel dat we zijn, want het enige wat ik zie zijn werkmensen. Ik ben een kutvlogger. Niemand verstaat me hier toch. Ze praten alleen maar Frans hier. Nice. Zoals je kan zien, Brussel is een geweldige stad. Yeah. Geweldig, even het uitzicht voor jullie filmen. Ik film even het uitzicht. Mensen. Hier hebben we een auto. Hier een bus. Hier lopen er een paar mensen. Dat is heel leuk. En dit weer filmen is niet goed voor de camera. Waarschijnlijk valt hij uit elkaar of zo, van ploft hij straks. Oh, hij staat helemaal nat. Wow, geweldig weer. Brussel is mooi. We got the Twin Towers over there. The 9-11 was a prank with the Sea Tower still there. Fucking kut weer, man. De wind is echt helemaal gefokt. Hier is er iemand die omver geblazen is. Wow, are you still alive? Dus we zijn even gaan schuilen voor de regen en het was dat heel snel gedaan. We still alive. Ik ben een kutvlogger. Ik vlog ook in de taxi. Zorg maar nou niet verkracht worden in de taxi. Welke taxi? Welke taxi? Iemand is daar zijn schoen verloren. Yo, schoen op te halen in Brussel, go get him. Ben je nog nooit geweest en voor wat ik er nu van heb gezien, is het ook niet zo speciaal hoor. Brussel, het is misschien de hoofdstad van Europa en zo. Is de hoofdstad van Europa? Echt niet zoveel dingen. Kijk, van tijdje. It's very beautiful. Dat kenmerkt België toch wel. Bedankt voor deze taxi. Merci, monsieur. Sorry dat ik heb gevlogd tegen kut. Ik ben een kutvlogger. Thanks, man. Do you know the irony of... Pistolet. Dat is de mooie ding in Brussel, hè. That's pretty, man. Je wou toch een muts kopen? Koop gelijk die hoed of zo. What the fuck? €249 voor... Waarom kost die shit zoveel? Hè? That's very cool, man. Je moet even kijken naar Rolex. Even kijken. Ooit koop ik die allemaal. Ooit als ik veel geld heb. Als ik veel geld heb, koop ik die. En die van €50.000. Yo. Even een horloge kopen. DutchTuber heeft deze, maar dan fake van AliExpress. Hier is het wel leuk. Er is hier nog altijd niks, maar het is wel leuk. Mijn mama zei dat het hier top was, so... It's very nice. You have a lot of cool things right here. Alsjeblieft niet elke seconde stoppen, oké? Okay? Ik wil iets zien van Brussel. Beetje city trippen. Markt van... Oh, fuck. De markt van Brussel. Very nice. Brussel is mooi. Heel mooi. Zo heb ik dat ook weer gezien in mijn leven. Nu kan ik ook in vrede doodgaan. Zijn er nog leuke winkels? Ik kan aan jou niet vragen waar er leuke winkels zijn, want we hebben ander beeld op leuke winkels, snap je? Voor jou is een leuke winkel misschien iets anders wat ik leuk vind. Open. Sexy girl. Non-stop show. Yo, you in for that? Wil je niet naar een non-stop fucking live show? Nee, oké, dan niet, oké. Er zijn wel een paar dingen opgevallen in Brussel. Eén daarvan is daar heel veel mensen met een step door deze stad rijden. En dan heb ik het over volwassen mensen, geen kindjes. Tweede waarover ik het heb, dat heel veel mensen raar naar mij kijken. Als ik met deze kutcamera door Brussel loop. Maar dat is normaal. Ik ben een kutvlogger, dus dat...
Mag allemaal. Hey, hier hebben ze wel leuke handschoenen. Weer allemaal fucking duur. Kijk mama, dit is de meest standaard hoed daar bestaat in de geschiedenis van standaard hoeden. You don't wanna buy anything, you don't want this, you're gonna run away. Allemaal leuke, typische Brusselse straatjes hier. Deze stad is dood. Wel, leuk dag in Brussel. Zijn ook uitgecashed in een winkel. Niet dat het moeilijk was om een leuke winkel te vinden. Ik bedoel, de eerste straat waar we liepen hadden we direct een toffe winkel. Hey, you got some fruit? You want some? You want some? You go in with that step, aren't you? Do a little trick, man. Do a little trick. Het is niet voor vandaag, maar ik ga nog steppers zien die trucjes voor mij doen, denk ik. We're gonna see that today. I'm ready for that. Mama, ik weet waarom je naar deze winkel wou. Oh. Ik weet, I know why. I know why you went to this store. Je wilde wie terugzak. Je wilde wie terugzak. Ik weet ook echt niet wat ik mij hierbij moet voorstellen. Het is SpongeBob en Bart Simpson. Yo, yo. This has to stop. Wat doen we in deze winkel? Heb je de wietrugzak gekocht? We gang now, now. Bedankt meneer voor de wietrugzak. Ik ben een kutvlogger. Fuck die vlog shit. Dat was ook kutzooi. We staan volgens mij nu in het meest illegale treinstation ooit. Er is niet eens boven de grond. Dit is Brussel Centraal. De kans op neergestoken worden hier is pittig groot. En ik heb een hele grote fout begaan met deze Starbucks te kopen. Kijk, mama, hou de camera vast. Hou de camera vast. Check dit, ja. Ik wou een theetje. Er is rollensnot of zo. Dit is echt groen. Het is echt heel groen met schuim en zo. Dus deze groene thee met melk. Dat was een foutje. Ik wou gewoon een thee. Ik wou gewoon een groene thee. Omdat ik stress had bij het bestellen, heb ik daar melk bij gevraagd of zo. I don't want this. Als jullie een smaaktest willen van deze groene thee, latte of zo. Bloemkoolsoep. Echt waar. Bloemkool. Echt fucking bloemkool. Nu gaan we naar Blankenburg. De trein heeft er lekker veel vertraging. We got this. We hebben de bloemkoolsoep. Ik heb er zin in. De kerstman zit achter. Ho ho ho! Merry Christmas! Het is echt de kerstman. No jokes. No. Not even joking. Hello kerstman. How you doing, mate? Even de camera fixen. Ik voel me nu echt volwassen, want ik heb eten gemaakt. Ik heb geen eten gemaakt. Mijn mama heeft eten gemaakt voor mij. Thanks to you there in the kitchen. Making some food for me when I'm hungry. Dus nu ga ik dit even opeten. Niet dat het veel is, maar oké, het is beter dan niks. Als ik zelf eten moest maken, was het waarschijnlijk ook gewoon weer skeren fucking noedels. Maar echt de aller skeerste noedels. Curry. En kip. Snap je, het is geen echt eten. Wat? Is dit echt eten? Ik denk het niet. Would you eat this? I don't think so. Jij vindt deze dingen niet eens lekker, of wel? Vind je dat lekker? Ik weet niet wat jij aan het eten bent. Smakelijk, man. Oh, shit. I got you, man. Je probeert weg te lopen van de kast. You're going back in there. Hallo. Ik probeer het weg te lopen. Ja, leg dat dan schoon in. Maar ik probeer het weg te lopen. Voilà. Je got him. Hey, ook smakelijk. Ik weet niet wat jij gaat eten. Het ziet er wel. De pasta van gisteren. Nou, lekker. Zo het eerste moment dat je in je kamer komt, nadat je hier de hele dag niet bent geweest. Het is echt fucking fucked up. Ik weet niet wat hier gebeurd is, maar er is, ik weet het niet. Toch wel een bom gevallen of zo. En ik weet niet of sommige mensen het al door hebben gehad, maar ik heb een nieuwe lamp in mijn kamer. Nu hangt er zo lelijk. Denk, ik weet niet wat het is, en het is zo geel licht of zo, dus dat is fucking raar. Deze boxen zijn veel beter. Deze light boxes with white light. En dit is de nieuwe trui die ik heb gekocht in de winkel in Brussel. Ik vind hem wel cool, het is een fijne trui. Easy, wat ga je nu doen? Ik ga een beetje tijd verspillen op mijn computer, want dat doe ik graag hier gewoon komen zitten. Yo, YouTube, wij zijn hier. Hey, ik weet dat het raar klinkt, en het is nog maar, ik weet het niet, 2 uur geleden dat ik heb gegeten. Maar ik heb gewoon alweer honger. En omdat ik daar net met die noedels bezig was. Die skeren dingen die zo niet in de kast houden. Ik daar eigenlijk heel veel zin in gekregen. Dus, kijkers, we gaan nu een noedelding maken. En ik kan niet zo goed koken, maar we gaan het toch proberen, want ik moet volwassen worden en anders ga ik doodgaan. Dus ik moet me aanpassen. Dus ik weet dat het licht in mijn keuken niet zo goed is, maar oké, we gaan het hiermee moeten doen en ik kan ook niet koken. Dus iedereen die een beetje weet hoe je moet koken, blijf kijken. Ik weet dat het tragisch is en dat echt niet kan, maar oké, we gaan doen dit. Break it down. I'm going for it, boy. Oh,
Dus ik hoop dat jullie deze vlog een beetje leuk vonden. Je kan het niet echt een vlog noemen, maar ik heb wel gefilmd wat ik heb gedaan. Dus dat maakt me eigenlijk wel echt een vlogger. Binnenkort ga ik een week lang vloggen. En in die week ga ik gewoon een hele week leuke dingen doen. Dan ben ik niet eens in dit huis. Dus hou die shit zeker in de gaten. Want dat gaat een hele vette week worden met hele leuke dingen, hè. Oh, Ace, that is great. Dus ik hoop dat jullie het leuk vonden. En ik ben Ace, dus ik zal zeggen, smash zeker een duimpje omhoog als je het leuk vond. Tot de volgende video. Waarschijnlijk overmorgen of zo met een nieuw filmpje. Heb jij nu nog niet genoeg bullshit van mij gezien? Klik dan op deze video en abonneer als je dat nog niet hebt gedaan. We hebben bijna 300.000 abonnees, dus dat is super vet. Ik ben Ace, tot de volgende keer. Doei, doei en doei.